Hallo, vandaag wil ik jullie dit opsteekkapsel laten zien. Nonchalant, met een paar vlechten erin verwerkt. En ik vind hem zelf erg leuk, omdat hij toch wel heel apart is. Ik ga hem jullie uitleggen. Oké, dan gaan we nu beginnen. We beginnen met een klein vlechtje. En daarvoor kies ik een pluk die wat meer naar achter zit. Dat heeft ermee te maken dat je dan zo meteen niet meer ziet waar de vlecht vandaan komt. Wat je doet, je mag hem best wel wat harder aantrekken. Het wordt gewoon een strak en dun vlechtje. Deze gaat zo meteen je lok als het ware omlijsten. En ik gebruik zo meteen weer even gewoon een doorzichtig elastiekje om hem vast te zetten. Uiteindelijk komt hij in je opsteekkapsel, dus dan zou je zelfs nog kunnen kiezen om de elastiekjes eruit te halen. Want dan zet je hem toch vast tussen de rest van je haar. Zo, deze is af. Deze komt zo meteen, als je de lok zo hebt, dan komt hij er zo langs. En wat we nu gaan doen, we hebben nog een plukje nodig. Die pak je bij je oor weg. Een beetje ertussenin. Die kan nu heel even nog loshangen. Dit wordt ook een gewone vlecht. En die gaat dienen eigenlijk als een soort van haarbandje. En op deze manier, door waar je hem nu wegpakt, dan valt het zo meteen niet meer op waar je hem vandaan hebt. Het beste is als je vlecht om hem al een beetje omhoog te trekken. Op die manier krijg je al de juiste richting eraan. Dat geldt puur voor het beginnetje hoor. Zometeen, kijk zoals nu, dan kan je hem weer gewoon ietsje loslaten. Je hoeft niet helemaal die kant op te vlechten. Dus ook deze doorvlechten tot onderin, tot in de punten. En dan laat ik jullie zo de rest zien. Zo, deze heb ik nu ook gedaan. Ik zal even laten zien wat de bedoeling is. Deze komt zo meteen zo. En dan komt deze dus zo langs je lok te zitten. Waar je dan even rekening mee moet houden. Kijk, dit is dan de eerste. Die ga ik vastzetten. Gewoon met een schuifspeldje. Dus je zorgt ervoor dat die wat jou betreft op de goede afstand zit. Meestal kies ik het punt waar je lok begint of waar je pony eindigt. Deze gaat er ook langs. En die kan ik ook alvast vaststeken. Ook met een schuifspeldje. Zo, dan hebben we dat gedaan. Dan gaan we nu verder met het opsteken. Dit blijft loshangen. Dit ga ik wel mee naar achter pakken, want het zorgt er ook weer voor dat je kan zorgen dat je niet ziet waar je vlecht vandaan komt. Ik begin gewoon met mijn haar min of meer een beetje weg te leggen en vast te steken. Kijk, en wat een beetje de bedoeling gaat zijn, is dat het allemaal rommelig. Je vouwt het gewoon een beetje dubbel en dan zet je het vast. Dit is heel erg op gevoel. Er zit niet echt een techniek achter. Je moet zelf gewoon gaan voelen wat je doet. En je gaat ook gewoon door tot je bijna al je haar hebt vastgezet. En ik trek het altijd wat naar boven, want ik vind het wel leuk als je hem van voren, als je haren ziet. En ik doe het een beetje half om half, dus ik kijk in de spiegel, maar ik doe ook veel dus op gevoel. En aan beide kanten laat je een paar plukken loshangen. Ik heb het nu helemaal stijl, die plukken, maar dan moet je zelf even kijken wat je leuk vindt. Het voorbeeld die ik ga nadoen, daar zit wat krul in dat haar. Dat ga ik zo meteen ook doen. Net even de krultang erin, dat er net even wat speling in het haar zit. Ook de achterkant, zoals je ziet, kijk ik eigenlijk niet in de spiegel. Ik voel of er losse lussen zitten en die ben ik nu dus aan het vaststeken.
Als ik vind dat het ergens te plat is, pak ik ook net even die lus op en dan zet ik die nog wat vaster. Kijk, en wat ik net zei, die plukken hangen nu los, deze. En die gaan we dan zo, gaan we die ietsje krullen. Het hoeft niet veel te zijn, het is net een soort speling in het haar. Dit ga je gewoon even met je handen, ga je dat helemaal doen zoals je dat zelf leuk vindt. Dan pak ik nu die plukken op die ik los heb hangen en dan zet ik even de krultang in. Dat hoeft niet super lang, want het hoeft natuurlijk niet een heel net krulletje te zijn. Het mag net een slag zijn. Kijk, zie je? Dan heb je net even wat speling. En het is ook wel heel leuk om niet al je haar te doen. Dus laat er ook steile plukken tussenin zitten. En het is echt gewoon een beetje kijken naar waar je zelf vindt dat het kapsel wat extra nodig heeft. Kijk, en zoals je ziet geeft die vlecht een hele leuke omlijsting van het kapsel. Deze werkt als een soort haarband. En deze valt echt zo langs de lok in je gezicht. Dus die zorgt ook voor een mooie afscheiding. En hier nog eentje. Zie je, en dan heb je die speling in het haar en die vlechten en dan bovenop lekker dat rommelige. Ik moet zeggen, ik heb stijl haar, dat maakt het nog iets moeilijker. Als je nou van jezelf krullen hebt, is het helemaal geweldig, want dan is het veel makkelijker. Omdat je ook speldjes heel makkelijk kan wegwerken, omdat je haar er toch omheen krult. Dus dan zou ik zeggen, hou dan gewoon je natuurlijke krul erin. Dat is alleen maar makkelijker. Kijk, je zou nog kunnen kiezen. Ik vind het dan wel fijn om bijvoorbeeld één kant achter het oor te doen, omdat ik het niet fijn vind om te veel in mijn gezicht te hebben. Zie je, en zo is die af. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Zoals je ziet heb ik die bovenkant gewoon in lussen en een beetje verfrommeld en alles heb ik gewoon de plukken vastgezet. Voor de rest, dus de vlecht die als een haarband loopt. En je ziet dat heel leuk, deze vlecht. Die hebben we net natuurlijk van achteruit al gemaakt. Je ziet dus niet waar de vlechten beginnen of eindigen. En die loopt langs de lok naar beneden. Ik heb hier het haar achter mijn oor gehouden, los. En aan deze kant heb ik het voorste gedeelte achter mijn oor gedaan. Maar dit eronder ook weer los. Zodat je toch wat speling hebt. Maar dat het niet allemaal in je gezicht valt. Ik hoop... Nou, dat was het alweer. Ik zelf vond hem heel erg leuk toen ik de foto tegenkwam. Omdat er natuurlijk vlechtjes in zitten. En zoals jullie weten hou ik daar erg van. Maar wat ik ook wel heel erg gaaf vind is dat dit opsteekkapsel heel nonchalant is. Doordat er losse plukken hangen. En op zich denk ik, het is even een handigheidje. Maar ik denk dat hij goed te doen is. Ik hoor graag van jullie. Mocht het jullie nou lukken, stuur foto's. Ik wil het dolgraag zien. Volg me toe op Twitter op Lissa Love. En dan hoor ik graag van jullie. Tot ziens!